Deelnemers aan de cassave kookworkshop hebben vandaag geleerd hoe nieuwe cassave recepten in de keuken te bereiden. Aan het eind van de dag mochten zij dan ook hun certificaat van deelname in ontvangst nemen. De workshop is georganiseerd door Stichting Babel Food Resort. De workshop vloeit voort uit het cassave kookboek dat een half jaar geleden is geschreven en uitgebracht door Alida Babel. Zij is ook de trainer geweest van de workshop, waarbij de participanten met name hebben geleerd gerechten te bereiden van het veelzijdige knolgewas. Ik dacht het is goed als ik zo'n cursus geef, want sommige mensen zijn bang, als ze een boek kopen zijn ze toch een beetje bang om dingen te beginnen. En daarom die idee voor mensen die dingen willen leren. Of ook sommige mensen die ondernemers willen zijn of worden, waarom of zo. Nou, ze kunnen gewoon pas niks uit het kookboek leren. En ik wil dat het gewoon verspreid wordt, dat die mensen met cassave andere dingen moeten doen, kunnen doen. Ik heb deelgenomen aan de cursus omdat het iets nieuws is. En ik werk ook veel met cassave. Ik plant zelfs ook cassave, dus ik dacht oké, als ik kan meedoen aan deze cursus, dan kan ik nieuwe dingen bijleren. Een gezonde lifestyle erbij leren. Ja. Geweldig. Ik heb heel veel kunnen leren. Ik heb ook geleerd dat je zonder een Maggi-blokje in je pot te zetten ook een lekkere maaltijd kan krijgen door alleen te koken met zout en kruiden. Aan de cassave kookworkshop hebben 10 vrouwen deelgenomen. Het project is gehouden in de SHTTC-gebouw aan de Gravenbergstraat.